Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regeringsdelegatie bezoekt district Wanica. Minister Achaibersing bezoekt dienst der belastingen. Uitdagingen onderwijs door COVID-19-pandemie. En beeldend kunstenaar rond Flu krijgt waardering. Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Persat Santokhi heeft op vrijdag 16 oktober 2020 een bezoek gebracht aan het district Wanica. Tijdens het bezoek hebben diverse regeringstoppers de aanwezigen toegesproken. Suriname zit weliswaar vanwege COVID-19 en de financiële crisis in een dal, maar in het district Wanica hebben diverse sectoren groeipotentie. Daarnaast zijn er ook uitdagingen die overwonnen moeten worden. Districtscommissaris Suraksha Sitalhirasing heeft op vrijdag 16 oktober 2020 deze potenties en uitdagingen voorgehouden aan president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Minister Parmanan Siudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft veeboeren de toezegging gedaan te zullen werken aan een betere prijs voor melk. De minister verwijst naar het jaar 2004. Toen kostte een liter melk ongeveer $80, met als gevolg dat de productie van melk exponentieel omhoog ging. De minister zegt over informatie te beschikken dat melkboeren momenteel de keus maken om hun melkvee te laten kruisen met slachtvee. Dit omdat de melksector niet boeiend is voor de ondernemers. Zij verdienen veel meer aan slachtvee. De regering is menens het land naar grotere hoogtes te brengen. Die garantie gaf vicepresident Ronnie Brunswijk zijn gehoor in Wanica op vrijdag 16 oktober 2020 tijdens het bezoek van de regeringsdelegatie aan dit district. De regering zal met man en macht werken om Suriname te krijgen waar het moet zijn, aldus de vicepresident. Refererend naar de mogelijkheden en potenties van Wanica en welke districtscommissaris Suraksha Sitalhirasing eerder in haar spreekbeurt aan de regeringsfunctionarissen had voorgehouden, zei VP Brunswijk ervan zeker te zijn dat de regering het district op basis hiervan tot ontwikkeling kan brengen. President Santokhi hield de bewoners van Wanica de plannen van de regering voor om Suriname uit het financieel-economisch dal te halen. Hij legde het traject naar dit doel uit en vroeg om geduld en begrip voor de maatregelen die hiermee gepaard gaan. Het staatshoofd beloofde een prachtig Suriname. Zo kondigde hij na de brug over de Corantijnrivier deze regeertermijn ook een brug over de Marowijnenrivier aan. Dit onderwerp zal op de agenda staan wanneer binnenkort een ministeriële delegatie naar Frankrijk vertrekt voor het voeren van besprekingen. Het staatshoofd zei dat er in alle districten grote ontwikkelingen gebracht zullen worden. In de volgende uitzending gaan wij uitgebreid hierop in. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft een bezoek gebracht aan het directoraat der belastingen en de belastingdienst die onder dit directoraat resorteert. De bewindsman heeft tijdens een ontmoeting op donderdag 15 oktober 2020 kennis gemaakt met het personeel en notitie genomen van de omstandigheden waaronder de werkzaamheden verricht moeten worden. Op de eerste plaats om kennis te maken met de mensen van de Belastingdienst, maar ook om zelf te oriënteren en na te gaan onder welke omstandigheden de werkzaamheden die zo belangrijk zijn verricht worden. Dat is eigenlijk het voornaamste doel. En vervolgens vanuit mijn eigen oriëntatie samen met het management en de directie na te gaan wat we moeten doen om deze dienst te transformeren naar een moderne en hoogfunctionerende dienst. Ik heb deze minister vandaag horen zeggen dat de Belastingdienst weinig wordt gezien als een macro-economisch instrument. Wat zal u anders doen? Nou, dat ligt niet zozeer aan de Belastingdienst zelf, maar aan de beleidsmakers. In mijn optiek worden de belastingen
te weinig als macro-economisch instrument ingezet om het macro-economisch leven te beïnvloeden, aan te sturen. En de bedoeling is om dat in de nabije toekomst zeker te doen. Er is aangegeven dat er een kwalitatieve en kwantitatieve onderbezetting is van het personeel. Gaat u werken om de Belastingdienst institutioneel te versterken? Die opdracht is al gegeven aan de directie om de Belastingdienst te transformeren. En transformeren houdt in dat er aan alle aspecten gewerkt moet worden. Aan de kwalitatieve, maar ook de kwantitatieve. Zodanig dat, zoals ik eerder zei, het doel bereikt wordt dat er sprake is van een moderne Belastingdienst. Minister, is de inning van directe belastingsmaatregelen effectief? Ik begrijp nog niet helemaal, maar ook daar wordt aan gewerkt. Kijk, je moet de mensen de tools geven om hun werk naar behoren te kunnen doen. Ik heb afgesproken met de directie en het management dat wij die tools ter beschikking gaan stellen, ondanks de gebrekkige middelen die we hebben. Want als we dat niet doen, dan gaan we de dienst niet kunnen transformeren. Dus het is beleid dat we de middelen ter beschikking stellen om het inningsproces efficiënter te maken. Maar de hele dienst te transformeren naar een dienst waar we effectiviteit en efficiëntie omhoog kunnen stuwen. Dus dat is de bedoeling. Ja, daarom investeren we in de belastingen. Want ik heb ook gezegd, de staat moet toekomen waar de staat toekomt. En de Belastingdienst is daar instrumenteel in. Dus je moet dat ondersteunen als je van mensen verwacht dat ze de gelden waar je aanspraak op maakt voor je moet incasseren, moeten innen. Dan moet je ze daarin ook kunnen faciliteren. Dus het is een heel programma wat we aan het uitvoeren zijn. Het onderwijsproces in ons land kent veel uitdagingen door de uitbraak van het COVID-19-virus. In de Nationale Assemblée is minister Marie Levens ingegaan op de onderwijssituatie in ons land. Door de COVID-19-pandemie wordt de wijze van lesgeven compleet aangepast. De bewindsvrouw ging in op een aantal uitdagingen. Wij voeren nu terug naar het parlement. Nog nooit eerder, meneer de voorzitter, is een schooljaar van start gegaan in zo'n crisis als die wij vandaag meemaken. De COVID-crisis en de sociaal-economische crisis drukken zwaar op het proces. En er is geen bond die op dit moment rustig zit te kijken wat er gebeurt. Terwijl we pas 2 weken de deuren van het onderwijs hebben geopend en iedereen nog een beetje moet wennen aan die hele nieuwe situatie, kijken de bus- en boothouders uit naar tariefsverhoging voor het vervoeren van leerkrachten en leerlingen. De onderhandelingen worden gevoerd door de minister van TCT en mijn persoon aanstaande dinsdag. Dat is een vervolggesprek. De bus- en boothouders die op achterstallige betalingen wachten, hebben eerder al niet gevaren of gereden. Ze hebben recht op hun betaling omdat ze toen hun diensten hebben geleverd. De achterstanden lopen enorm op. Maar wij moeten ze betalen. De protestactie van de bus- en boothouders heeft wel tot gevolg gehad dat 38% van de scholen in het binnenland nog niet zijn begonnen. Het Nationaal Leger kan helpen met transport tot Albina, maar zij hebben niet de mogelijkheid om ons ook over de rivier te helpen. Wij proberen alles op alles te zetten om de betalingen aan de boothouders toch nog zo snel als mogelijk rond te krijgen. De minister van Financiën heeft zijn medewerking al verleend, maar de betalingen zijn helaas nog niet geschied.
Meneer de voorzitter, ik prijs mij gelukkig dat ik het bureau Onderwijs Binnenland weer bijna operationeel heb, omdat het binnenland echt bijzondere aandacht vereist. Niet alleen logistiek, maar ook inhoudelijk, curriculumtechnisch en wat de veiligheid betreft. Wij investeren daar zwaar in en weten dat we de problemen die wij nu zien kunnen voorkomen en ook kunnen oplossen. Bijvoorbeeld de zwaar beschadigde school op Godoolo en de criminele inbraken in de huizen van de leerkrachten op Lokaloka, waar vooral vrouwelijke leerkrachten vaak onveilig zijn, dat gaan we echt oplossen. Met de minister van Justitie en Politie en Defensie zullen bijzondere veiligheidsfunctionarissen worden opgeleid om de veiligheid van vooral de vrouwelijke leerkrachten te zorgen. De minister van OW en Defensie hebben onmiddellijk support toegezegd voor de bouw van een nieuwe school te Godoolo. Wij gaan dus daar een nieuwe school neerzetten. Gelukkig zijn dit incidenten. Het binnenland is niet onveiliger dan de stad, maar in de stad en de districten is er wel redelijke beveiliging, terwijl we dat in het binnenland zo af en toe moeten ontberen. Jammer dat de school te La Vigilancia gisteren door brand verwoest werd en kinderen tijdelijk van onderwijs verstoken zijn. Daar worden oplossingen voor gezocht. En ook hier is de support op zijn plaats van zowel beide ministeries, Defensie en OW, die ook hier een bijdrage zullen leveren. De school te Voorburg wordt ook bruikbaar gemaakt dit kwartaal, evenals enkele scholen waarvan het plafond naar beneden is gekomen, opgevreten door houtluizen. Meneer de voorzitter, door deze incidenten is het dus up en down constant. Het is een up en down situatie. En toch mag ik zeggen dat we langzaam de goede richting op koersen. Dat gaat echter niet zomaar. Elke regel die ik hier oplees kost ons uren, dagen, weken en maanden van hard werk als het om de uitvoering gaat. En expertise is zeer schaars. Maar de vierde week van oktober zijn alle scholen weer aan het werk. Dat is gegeven de crisis een goed resultaat. Mijn collega's in Guyana en Jamaica zijn veiligheidshalve niet opgestart. De scholen zijn daar gesloten gebleven. Veel landen werken nu volledig online tot volgend jaar. De scholen gaan niet open. Bepaalde landen gingen wel open en moeten weer sluiten. Wij hebben het als samenleving tot nu toe dus vrij goed gedaan. Dankzij iedereen die goed meehelpt. De leerkrachten, schoolleiders, ouders en de samenleving die heel veel bijdraagt. Het directoraat cultuur heeft een commissie in het leven geroepen om kunstenaars die een grote bijdrage hebben geleverd aan de kunstontwikkeling in ons land in de bloemetjes te zetten. Op donderdag 15 oktober 2020 werd de beeldend kunstenaar Ron Vloe geëerd. De communicatiedienst Suriname heeft dit moment voor u vastgelegd.
Ik sprak met de mensen van de Nola Hatterman Art Academy. En bij het praten opperde ik het idee en het werd meteen overgenomen door de groep mensen die aanwezig waren. Met name de heer Koert Nahar, Rinaldo Klas en mevrouw Lalita Adin. En al pratend heb ik een commissie geïnstalleerd bestaande uit die drie mensen die aangevuld mag worden. Intussen is bijgekomen de heer Jules Brandflu in de commissie en gezamenlijk gaan we werken aan het waarderen van onze kunst- en cultuurbeoefenaars. Hij heeft een heleboel gedaan voor wat betreft beeldend kunstwerk. Hij is ook al een man op leeftijd. En wij zeggen, we hebben al zoveel verloren. Zoveel van onze kunstenaars, zoveel van onze cultuurbeoefenaars zijn ons voorgegaan. En dat moeten we niet meer laten gebeuren zonder ze te zeggen, dankjewel. Dankjewel voor wat je hebt betekend voor ons als volk, maar zeker ook als land. We hebben dat gebied heel wijd verspreid. We hebben natuurlijk mensen die komen vanuit de muziekbranche. Dus niet alleen de kunstenaars, de beeldende kunstenaars. We hebben mensen die zich bezighouden of hebben gehouden met dans. We hebben vanuit de literaire wereld. U moet nagaan dat het niet alleen mensen zullen zijn of mensen op de lijst staan die er nog zijn. Maar we denken er ook aan om een groep mensen postuum te huldigen. Die zijn er niet meer, maar het betekent niet dat ze vergeten zijn. En we willen zeker niet dat ze vergeten zullen worden. Dus we gaan er ook documentaires over maken van wat de mensen hebben betekend voor ons. Zodat dat ook een stimulans kan zijn voor de jongeren, de jonge opkomende kunst- en cultuurbeoefenaars. En dat mensen in elk geval die kant van het verhaal horen en het serieuzer gaan aanpakken. Omdat cultuur waarde heeft. Toch? Cultuur zorgt voor ondernemerschap. Maar tegelijkertijd is het ook een toeristische trekpleister. Het brengt geld in het laadje. En wanneer we beseffen dat we cultuur op alle niveaus moeten gaan stimuleren, denk ik dat er een opleving zal komen, omdat cultuur een verhaal vertelt. Het vertelt een verhaal waar men zich aan kan relateren. Dus we moeten dat niet laten gaan, maar vasthouden en zeker veredelen. Als zij er niet waren, was Surinaamse kunst ook niet op dit niveau. We zijn begonnen met meneer Ronflu, omdat we hoorden hij is een beetje ziek. En omdat voor hem alle aantallen natuurlijk zijn heen gegaan. Zonder dat we, er is wel aandacht besteed aan ze, maar toch vanuit ons zouden we wat meer willen doen. En we zijn dus blij dat we dit nu kunnen doen. En ja, ook voor hem is het heel fijn. Hij flirt helemaal op. En zo gaan we dus verder met andere beeldend kunstenaars die ook een beetje op leeftijd zijn. En ook een aantal, een lijst op hun naam hebben van expo's en werken en wat ze hebben gedoseerd en wat ze hebben bijgedragen aan onze samenleving. En dat, die gaan we dan ook in de huldigen. De inspiratie die komt vanzelf of hij komt niet. Dus op een gegeven moment heb je een voorstelling van iets en dat dan maak je een in gedachten iets van, een afbeelding van. En dan kan je het op papier zetten en daarna vergroten of eventueel als het niet voldoet aan je ideeën, gooi het maar weg. Maar zo kan je bijvoorbeeld een toneeltje ergens zien en dat je kan het afbeelden in bepaalde dingen, in figuren of in mensen die om je heen leven en daardoor later komt er dan een schetsje op papier of je doet meteen met verf. Dan maak je een bepaalde idee erover en dat kan je dan uitwerken. En als het dus bevalt, dan ga je ermee door. En het kan eventueel van klein naar groot worden. En anders gooi je het overboord. En zo krijg je dus allemaal van die
van die ideeën als je over straat loopt of als je ergens in een locatie bent, een dancing of wat dan ook, dan krijg je een idee van hé, dat is leuk. Ja, en dat hou je dan vast. Nou, het is natuurlijk heel leuk om mensen in de bloemetjes te zetten, maar het gaat erom of die twee, dus zowel dat individu dat in de bloemetjes wordt gezet, als het directoraat, als de omgeving ook hoor, je collega's je een beetje omhoog stuwen. En er zijn ook wel die je omlaag willen duwen. Maar als je daar tegen kan en doorzet, dan denk ik gewoon dat je wel, tenminste als er wat in zit, dat je wel wat bereikt. Ja. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.